Gemeente Mook en Middelaar gooit de handdoek in de ring rondom verkeersoverlast in de dorpen. Dit leidt tot woede van de inwoners. Altijd hebben inwoners van Mook en Molenhoek last van verkeersstromen tussen Groesbeek en de A73. De dorpen liggen namelijk precies op deze route en er zijn niet echt alternatieven voor dit verkeer. Al jarenlang zorgt dit voor een hoofdpijndossier in de gemeentelijke politiek. Maar inmiddels zijn zowel het college als de gemeenteraad het erover eens. Er bestaat geen oplossing. Dus bewoners moeten er maar mee leren leven. Door deze ogenschijnlijk rustige woonwijk zouden vanwege dit bruggetje richting Groesbeek zo'n 7000 auto's per dag rijden. Nou, door de enorme hoeveelheid auto's hebben we last van onveilige situaties. Auto's halen vreemd in, ze rijden te snel. We willen graag dat de gemeente zoekt naar een oplossing waar het verkeer eerlijker verdeeld wordt over de andere wegen die richting de snelweg gaan. Maar het is niet zo dat de gemeente tot nu toe achterover heeft gezeten. Er zijn drempels gelegd op de ringbaan. Er zijn varkensruggen gelegd op de Groesbeekse weg. Er zijn plantenbakken geplaatst. Er is van alles en nog wat gedaan. Nou, we hebben in 2022 een onderzoek laten uitvoeren door Sweco. En daar kwam eigenlijk uit naar voren dat we nog een beetje laaghangend vooruit hadden. En dat we grote maatregelen op de wegen zouden kunnen treffen. Maar dat er eigenlijk geen structurele oplossingen zijn voor de verkeersproblematiek. Ieder dorp heeft ergens een doorgaande weg. Want je moet vanuit jouw dorp naar een ander dorp kunnen komen en omgekeerd. Nou, we zijn daar eigenlijk heel erg boos over. De gemeente heeft een heel duur onderzoek laten uitvoeren. En daar hebben wij ook aan meegewerkt. En de conclusie van dat rapport is eigenlijk dat de gemeente iets moet doen. Niets doen is geen optie, wordt er letterlijk gezegd. Dat onderzoeksbureau stelt voor om eenrichtingsverkeer te realiseren. Dat zou een veel eerlijkere verdeling van het verkeer over de straten voor elkaar krijgen. Dat is eigenlijk niet ons probleem, het is een probleem wat ontstaat in de gemeente Bergendal natuurlijk. Dus we hebben daarmee gesproken, met de twee provincies gesproken en hebben gehoopt op een gezamenlijke oplossing, maar die kwam er niet. Want juist het feit dat er meerdere gebieden bij betrokken zijn, maakt het zo complex. En het ene moment denken we, dan hebben we het gevonden. Maar dan komt er weer een bezwaar van de ene groep of een bezwaar van een andere groep. Er is gewoon geen draagvlak in de regio. Hè. Maar het wordt niet onderschreven als een regionaal probleem. Er is geen financiële steun uit de regio. En als we kijken naar het aanpakken van die wegen, dan hebben we meerdere miljoenen. Ja, dat geld hebben we gewoon niet. In die zin heb ik wel de steun van de andere provincies en de andere gemeentes nodig. En als die er niet is, dan kan ik ook de wegen niet aanpakken. Toch vinden veel bewoners dat de gemeente niet genoeg haar best doet en kan een oplossing om het leed te verzachten al gemakkelijk worden genomen. Nou ja, wat we de afgelopen 30, bijna 40 jaar hebben gedaan is altijd weer onderzoeken doen, kleine maatregelen treffen en nooit een perfecte oplossing kunnen vinden. En daarom hebben we nu de conclusie getrokken van laten we dan maar stoppen met het structurele oplossingsverhaal. Ja, weet je, dan krijgen wij gewoon de shit van het onvermogen van de gemeente op ons bord. Bovendien, het verkeer neemt ook toe. Wat wij willen is dat het verkeer beter verdeeld wordt. En dat kan dus onder andere door eenrichtingsverkeer te realiseren. De raad die heeft gezegd, we kunnen wel iets doen, maar het is geen structurele oplossing. En dat gaan we straks ook bekijken bij de financiën met de kaderbrief. Welke financiën hebben wij over om eventueel nog iets van een aanpassing te doen? Maar een grote oplossing zit er niet in. Afgelopen week ontving bandyspeler Jordan Braam uit Weurt een lintje in de Orde van Oranje Nassau voor zijn actieve bijdrage aan de sport. Bandy is een sport die het in de Scandinavische landen erg goed doet, maar in Nederland momenteel nog erg onderbelicht is. Braam, die wereldkampioen in bandy is, legt uit hoe zijn geliefde sport werkt. Bandy is veldhockey op ijs, dus je speelt op een voetbalveld. Het veld is de maat van een voetbalveld. En dat is uiteraard van ijs. En je speelt het op schaatsen met een stick die kleiner is als een ijshockeystick, maar iets groter is als een veldhockeystick. En met een bal. En grote goals, iets groter dan een hockeygoal, kleiner als een voetbalgoal. En de keeper heeft geen stick, die heeft alleen handschoenen. We hebben de buitenspelvorm die hetzelfde is als bij voetbal.
Dat is een groot verschil. We hebben tijdstraffen van 10 minuten in plaats van 2 minuten zoals bij ijshockey. Of geen tijdstraffen zoals bij het professionele voetbal. De wedstrijden duren ook 2 keer 3 kwartier. Dus dat is dan wel weer overeen met het voetbal. Jordan Braam is begonnen met Benny op zijn 13e. Maar de liefde voor de ijsbaan zat er op nog jongere leeftijd al in. Hij woonde als kind naast de ijsbaan die destijds nog op Heijendaal zat in Nijmegen. Daar was hij vanaf zijn 6e levensjaar dag en nacht te vinden en leerde hij de sport kennen. Het is heel snel, heel technisch. En we hebben ook andere schaatsen waardoor de sport sneller is als bij ijshockey. En het is de beleving ook naar het buitenland en het grote ijs en het schaatsen. Als je een schaatsliefhebber bent en je wilt toch een teamsport doen, dan is Bandy een hele mooie keus. Veel Scandinavische landen, Hongarije geweest om toernooien te spelen, Kazachstan, maar ook Rusland, alleen dat zal er wel niet meer in zitten. Het is onderbelicht, maar dat zijn heel veel sporten helaas, niet alleen het bandy. De sport is vrij klein in Nederland, waardoor er weinig aandacht is voor de media. Er zijn wel dingen op tv geweest in het verleden toen wij wereldkampioen in de B-pool zijn geworden in Harbin, China. Toen zijn we wel bij SBS geweest, maar dan houdt het wel een beetje op, helaas. Nou, ik denk dat mijn actieve carrière niet meer zo heel lang gaat duren. En aangezien dat ik ook assistent bondscoach ben van de heren en van het damesteam. Wie weet, misschien word ik ooit wel bondscoach en wie weet wat dat gaat brengen. Wat begon als een plan om het balkon wat op te fleuren, groeide al snel uit tot een groot sociaal project. Aannemer Boerboom heeft samen met de bewoners van Plurijn hard gewerkt om een fijne buitenruimte te creëren. Op Goede Vrijdag werd er volop gepoetst, geschilderd en ingericht. We zijn vandaag ontzettend blij met de komst van Boerboom. Boerboom is de afgelopen maanden al druk in de weer geweest om mooie dingen te maken voor ons balkon. De cliënten van Kemna de Zeven die wilden heel graag hun balkon opknappen. En nou, we hebben wel vaker bedrijven die ons een dagje willen komen helpen en de handen uit de mouw willen komen steken. Maar Boerboom maakt er vandaag wel echt een heel groot feest van. Samen met de bewoners van Plurijn wordt het balkon schoongemaakt en geschilderd, zodat de nieuwe meubels en plantenbakken vol met diverse bloeiers geplaatst kunnen worden. Dat is vanuit ons gekomen omdat wij kregen vaak telefoontjes van wil je ons sponsoren voor een project? En vaak vanuit Boerboom doen we dat ook wel. Alleen toen we daarmee zaten te brainstormen over de sponsoring dachten van ja, kunnen we niet iets meer doen dan alleen geld overmaken? Toevallig was het zo dat het dichtbij was bij NL Doedag en dan stond hier iets open voor het openmaken van het balkon. En dat was in eerste instantie alleen een bank die opnieuw gedaan moest worden. En toen werd die bank zullen we daar een hoekbank voor maken van 8 personen? Nou, dat is leuk. En wat vinden jullie van de planten? Ja, van een nieuwe plantenbak. En waarom maken we niet alle meubels zelf? Dus daar kwam een steigerhouten hoekbank uit. Toen kwam een plantenbak uit. Toen kwam een ontbijttafeltje uit met barkrukken. Nou, daar moeten planten in. Toen werd er geschilderd. En dan langzaamaan groeide dat tot meer dan alleen een bank. En meer dan alleen, we gaan erheen, we gooien die bank neer en dan is het klaar. Tot echt wat iets wat we samen gaan doen, wat nu met de bewoners wordt gedaan. Dus daar zijn nu vakmensen van Boerboom aan de slag, samen met de bewoners van Plurijn. Boerboom hoopt dat dit soort vrijwilligerswerk meer erkenning krijgt en anderen inspireert om hetzelfde te doen. In plaats van dat je geld overmaakt, dus dat alleen het sponsoren qua geld, dat je kijkt wat kan je meer doen dan alleen dat. Zoals in dit geval hebben we dan vakmensen die hier staan en die gaan echt meedenken van maar wat voor hoekbank wil je dan? Van welk materiaal? Hoe lang moet dat dan zijn? En als andere aannemers, andere bedrijven ook zo naar zulke projecten kunnen kijken, dat lijkt me heel erg leuk. Dat je kan zeggen van nou, we kunnen meer doen dan dat. Want je hebt nu echt in plaats van een commercieel project, heb je echt een maatschappelijk project. We gaan een super mooie zomer tegemoet met dit mooie balkon. Want er is en een plek om lekker te loungen op de ontbijthoek. Daar kan en lekker ontbeten worden. Maar daar kun je ook gewoon gezellig 's avonds in de late uurtjes nog een spelletje samen doen. Dus het wordt echt een ontzettend fijn balkon om in de zomer buiten van te gaan genieten. Blank Space, Anti-Hero, Cruel Summer. Op de Radboud Universiteit werden deze en nog veel andere hits van Taylor Swift gedraaid. Hier vond namelijk een ware Taylor Swift-bom plaats. Oftewel bewegen op muziek. Een uur lang werd er gedanst op nummers van de Amerikaanse popster, waarvan ook hier de populariteit duidelijk zichtbaar is. Shake, 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 shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna break, break,
Vandaag zijn we bij Radboud Sport en Cultuur en hier vindt een Bewegen op Muziekles plaats. Vandaag de Taylor Swift editie. Bewegen op Muziek, daar wordt hier elke dag gegeven. Daar is een sportles met cardio en fitness elementen en van alles. En het gaat vooral om de muziekbeleving. En dan lichten we iedere keer een bepaald thema uit. En zo hebben we een K3-bom gedaan, we hebben een ABBA-bom gedaan, Queen-bom gedaan. En iedere keer wordt er dan één bepaalde artiest uitgelicht. Ja, en dat is zo gaaf. Dat slaat zo aan. En vandaag dus Taylor Swift, dat binnen no time was uitverkocht. Een uur, het waren ze allemaal vol. En we verwachten nu dus ongeveer 300 mensen, want bij onze specials, onze bom specials, mag je een introducé meenemen. Nou, het is aangevraagd vanuit klanten. Die hebben het gevraagd en u roept wij draaien. Wij weten natuurlijk hoe populair Taylor Swift is op dit moment. We zagen ook hoeveel door me gevraagd werd. En in de vooraankondigingen die we hebben gedaan dat we het gingen doen op Insta, daar waren de reacties ook zo eindeloos. Dat, ja, wij wisten wel dat het zo snel vol zou lopen. Ja. Genoeg nummers van Swift werden gedraaid, maar welke was nou eigenlijk het lekkerste om op te dansen? Ik had aangedragen of het misschien leuk was om een keer een thema dag te doen met Taylor. Dat muziek helpt je met het sporten. Ja. Ik vergeet gewoon dat ik een sporter ben als ik muziek hoor. Ja. Ik word er helemaal blij van. Ja. Ik denk dat vandaag mijn favoriete nummer toch Cruel Summer was. Ja. Ja, dat was wel fijn. Ja, die was een fijn. Ja. Op de Taylor Swift, dus mijn vier kinderen denken vast, oh mijn god, oma die gaat ook. Shake It Off natuurlijk. Voor mij All Too Well. All Too Well? Ik had liever de 10 minuten versie gehad. Shake a lot. Elke ochtend. Tot zover het RS7 regio nieuws van maandag, tweede paasdag. Kijk voor het meest actuele nieuws uit jouw buurt altijd op onze website rn7.nl. Morgen zijn we weer bij je terug en dan kom je onder andere meer te weten over de militaire oefeningen die Defensie later deze week in Nijmegen zal houden. Ik zeg graag tot dan.